bij deze nieuwe video. Als jullie deze video zien, dan ben ik jarig. Het is vandaag dus vrijdag voor jullie. Vrijdag 18 september. En dat is mijn verjaardag. Ik ben vandaag dus 26 jaar geworden. Oh mijn god, ik voel me echt een oma. Maar ik weet dat ik overdrijf. 18 september 1994 ben ik geboren. Dus vandaag ben ik jarig. En wat is het leukste om voor mijn verjaardag te doen op mijn kanaal? Is een verjaardags make-up look te maken. Dit doe ik elk jaar, dus dit jaar ook weer. Voor mijn verjaardag hou ik altijd van een full glam make-up look. Ook al hou ik daar altijd gewoon van. Maar altijd toch wel een beetje extra op mijn verjaardag. En mijn verjaardag looks worden ook altijd looks die ik persoonlijk mooi vind en ook echt draag. Dus heel vaak maak ik ook heftige looks die niet echt draagbaar zijn en die ik nooit zou dragen op straat of zo. Maar dit wordt echt een look die ik letterlijk ga dragen voor mijn verjaardag. Ik hou altijd van een beetje een soft glam. Ik hou altijd van bruin en roze kleurtjes. En dat zijn ook vaak gewoon de kleuren waar ik dan voor neig, bedoel ik. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Dus het wordt vandaag een extra leuke make-up look. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Like en abonneer zeker speciaal voor mij, omdat het mijn verjaardag is vandaag. En geef dat mij als een cadeautje. En dan gaan we gewoon snel beginnen aan de video. Oké, jongens, ik ben er echt helemaal klaar voor. Ik ben ook vandaag helemaal goed gehumeurd. Ook al is vandaag, wanneer ik de video maak, niet mijn verjaardag. Maar wanneer jullie dit zien, is het wel mijn verjaardag. Tenminste, als je deze video kijkt op vrijdag 18 september. Anders niet, obvious. Ik ga zoals bijna altijd weer beginnen met de ogen. Mijn wenkbrauwen heb ik al gedaan. Dat doe ik in elke video. Ik heb mijn wenkbrauwen altijd al gedaan voordat ik de video begin. Het paletje die ik ga gebruiken is mijn nieuwe Nikki X Beauty Bay paletje. Dit paletje heeft precies de kleuren die ik zoek voor de look die ik vandaag ga maken. Dit is ook gewoon echt een goed paletje. Ik heb ook een hele video gemaakt over dit paletje, dus mocht je die zien, ga die ook zeker nog even bekijken op mijn kanaal. Nadat je deze video hebt gezien natuurlijk. Dus omdat we gaan beginnen met de ogen, gaan we weer zoals altijd inzoomen op mijn ogen. Ik zeg altijd dat ik ga inzoomen, maar ik zoom helemaal niet in. Ik verander de hele lens, want ik gebruik altijd hiervoor een hele andere lens. Maar ik blijf gewoon zeggen inzoomen. In ieder geval, we gaan beginnen met de ogen. Ik ga eerst mijn ogen primen. Hiervoor gebruik ik mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. Dan ga ik beginnen met deze mooie lichte matte kleur. Die heet Zomer. Die kleur ga ik als eerste aanbrengen in mijn hele arcadeboog als transitiekleur. Ik breng dit aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Cost. Dan pak ik deze lichte bruine matte kleur. Die heet Mila. En die breng ik ook aan in mijn arcadeboog. Ik had in de video waarin ik dit paletje had getest ook twee looks gemaakt met dit paletje. En dan maak ik nou weer een andere look met dit paletje. Dus dan heb je al drie looks gezien die je met dit paletje kunt maken. Ik vind het altijd leuk om heel veel looks te laten zien met één paletje aan jullie. Zodat als je het paletje haalt je ook een beetje, ja, inspiratie hebt met wat je allemaal kunt doen met een paletje. En de twee looks in die andere video waren best wel heftig. En dit wordt echt meer een draagbare look. Dit wordt ook echt de look die ik ga maken voor op mijn verjaardag. Tenminste, dat heb ik nou in mijn hoofd. Er kunnen nog dingen veranderen. Maar ik heb nou wel gewoon echt in mijn hoofd dat dit het gaat worden. Dan pak ik de donkerbruine matte kleur hier, 5AM. Met een iets kleinere fluffy kwast breng ik die aan hier in de hoek en een beetje in mijn arcadeboog. Dit is de Zoeva 224 kwast. Ik weet nog helemaal niet wat ik ga doen op mijn verjaardag. Ik moet zeggen dat ik niet zo'n persoon ben die er echt van houdt om dingen te vieren. Ik vier mijn verjaardag nooit echt. Want ik hou niet van dingen organiseren. En ik vind dat altijd gewoon allemaal gedoe. En ik heb daar gewoon echt de energie niet voor. En ik vind het ook niet leuk genoeg. Kijk, als je iets heel leuk vindt om te doen, dan heb je er ook gewoon automatisch de energie voor. Maar omdat ik het al niet heel leuk vind om te doen, heb ik er ook gewoon totaal niet de energie voor. Wat ik sowieso elk jaar doe, is dat ik uit eten ga. Gewoon met mijn gezin. Dus mijn zus, mijn pleegzusje en mijn moeder. Dat doen we echt letterlijk ieder jaar. En fun fact, dat doen we zo bij iedereens verjaardag. Dus bij mijn moeder, mijn zusjes, mijn zus. We gaan altijd uit eten op iemands verjaardag. Maar ik zat wel eraan te denken om misschien nou ook iets te gaan doen met mijn vriendinnen. Misschien ook gewoon eten of zo, of whatever. Ik ben niet echt creabea op dit vlak. Dus echt het enige wat altijd in me opkomt is uit eten gaan. Maar dat vind ik ook gewoon echt leuk. Ik hou van eten en ik hou er ook gewoon echt van om, ja, uit eten te gaan. I just love it. Dan ga ik een halve cut crease maken. Zoals altijd gebruik ik daarvoor mijn Catrice Concealer. En deze NYX Cosmetics kwast nummer 14. Dit is echt de perfecte kwast voor een cut crease. Raad ik echt iedereen aan. Dan pak ik de lichte matte nude kleur hier. Die heet Basic Trut. En die kleur breng ik dan aan over de hele cut crease. Om het te zetten over de hele concealer. Dan pak ik de roze glanzende kleur hier, Roxy Catan. En die ga ik aanbrengen hier op het einde. Op de overgang van die cut crease en deze donkere matte kleur ga ik hier gewoon een klein beetje die roze glanzende kleur aanbrengen. En dan hier binnen wil ik het gewoon helemaal nude mat houden. Ik maak mijn kwast ook weer nat met een fixing spray.
En ik breng lekker veel aan, want ik wil het best wel heftig maken. Dit wordt echt de pop, dus het moet wel echt, ja, poppen. Maar ik had al gezien in die andere video waarin ik dit paletje had getest, dat deze glanzende kleuren wel echt super heftig zijn. Dus daarom ben ik ook voor dit paletje gegaan. En dan pak ik weer die donkerste bruine matte kleur 5AM en die kleine fluffy kwast. En dan ga ik het hier een beetje opnieuw aanbrengen en een beetje inblenden met die glanzende kleur. Dan pak ik ook de roze glanzende kleur hier beneden. Die heet Pride. En die wil ik er nog een beetje op aanbrengen. Dit is een iets heftigere kleur, want ik vind het niet heftig genoeg. Dus ik ga gewoon dit erop aanbrengen en dan hopelijk wordt het nog heftiger. Ja. Volgens mij maakt dit het zeker heftiger. Vooral omdat ze zo op elkaar liggen nou. En dan weer die donkerbruine kleur hier aanbrengen in de hoek en een beetje uitblenden. Ik gebruik nu een iets kleinere kwast, want die fluffy kwast was toch iets te groot. Zo, dit is echt een stuk heftiger. Op beeld is het minder heftig dan in het echt. In het echt is het echt heftiger. Ik ga nou dit ook eventjes hier doen. Dan ga ik het met een make-up wipe hier zo strak maken. En ook een beetje de fallout weghalen, ook al is die er niet echt. Dit komt door mij, dit is geen fallout. Ik was gewoon met mijn vinger daarop gegaan. I love it. Super, super draagbaar, maar toch een beetje een pop van roze. Ik ben echt aan het twijfelen of ik een winged eyeliner wil zetten of niet. Ik denk het wel. Ik gebruik hier wel mijn NYX Cosmetics Matte Eyeliner. Dit is echt een van de beste eyeliners die er bestaan gewoon. Zo, ik heb de wing lekker lang gemaakt, lekker heftig, maar ik heb het wel dun gehouden zodat je nog wel goed de oogschaduw kunt zien. Al moet ik zeggen dat deze ooglook ook echt prachtig was geweest zonder eyeliner. Als je het echt super subtiel wilt houden, had je ook dit roze kunnen overslaan en het gewoon mat bruin houden. Dat was ook heel mooi geweest. Als mascara ga ik mijn Benefit Bad Girl Bang mascara gebruiken. En als nepwimpers gebruik ik deze van de Primark in de stijl 730. Die ga ik even opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug en dan gaan we beginnen aan het gezicht. Oké, mensen, ik zit Love Island te kijken. Ik heb even de belichting iets lager gedaan, want ik was iets te overbelicht. Oké, mijn gezicht. Mijn gezicht wordt gewoon full glam. Ik hou altijd van gezichtsmake-up. Ondanks dat ik altijd hele heftige ooglooks maak, is gezichtsmake-up wel echt iets wat ik echt leuk vind om te doen. En waar ik altijd helemaal los in ga. Ik ga mijn gezicht primen met twee primers. Ik ga beginnen met mijn Too Faced Hangover Primer. Die breng ik aan over mijn hele gezicht om het mooi smooth te maken. En ervoor te zorgen dat mijn make-up langer goed blijft zitten. En dan heb ik hier ook mijn Elf Putty Primer. Die breng ik zo hier aan voor mijn poriën. Om die zo mooi smooth te maken. Dus dit wordt het mixje van vandaag. Dit vind ik altijd wel echt een goede mix. Want altijd wanneer ik dit zo samen doe, dan blijft mijn make-up ook echt beter zitten. En ziet alles er ook echt beter uit. Dus mensen, slaap primer niet over. Ik weet dat een aantal mensen, al zijn het er nu niet meer veel, maar ik weet dat er echt mensen zijn die niet geloven in primer. Ik zie echt verschil. Ik zie echt, echt verschil. Dus ja, ik raad het zeker aan. Je hoeft niet per se twee te gebruiken zoals ik nu doe. Dat is misschien een beetje extra, maar ik gebruik er op zijn minst eentje. En dan breng ik die van Elf gewoon zo een beetje hier aan. En dan smeer ik het gewoon zo hier lekker in. Ik smeer het en ik druk ook echt. Vooral hier zo, lekker drukken. En dan met wat er een beetje op mijn vingers zit, ga ik ook altijd hier een beetje bij mijn kin. Als foundation gebruik ik mijn Benefit Hello Happy foundation in de kleur 6. Ik heb weer gebruind, dus ik ben weer iets donkerder. Dus deze kleur gaat perfect zijn voor mij. Ik breng die aan met mijn NYX Cosmetics spons. En dan gaat dit gewoon over mijn hele gezicht. Mensen vragen ook af en toe hoeveel ik nou precies gebruik. Ik gebruik twee pompjes. Eentje voor de hele onderkant van mijn gezicht. En dan nog eentje, of ja, een halve eigenlijk, voor mijn voorhoofd. Dus eigenlijk gebruik ik 1,5, 1,5. Dan breng ik ook cream contour aan. Dit is mijn Huda Beauty Tentour in de kleur medium. Ik ben ook heel benieuwd, zijn er misschien ook andere mensen jarig? Misschien ook wel gewoon vandaag. Is er iemand vandaag? Oh mijn god, dat zou echt geweldig zijn. Of is er gewoon iemand überhaupt in de maand september ook jarig? Superleuk, dan zijn we allemaal in één maand jarig. Let me know als jouw verjaardag nou ook is. En de cream contour blend ik ook in met de spons. Alleen ik gebruik nu de andere kant van mijn spons die ik niet heb gebruikt voor de foundation. Als concealer gebruik ik mijn Shape Tape Concealer van Tarte in de kleur Light Medium Sand. Mensen, mijn gezicht ziet er echt amazing uit. Oh mijn god, deze producten zo allemaal samen is echt een goede mix. Als poeder gebruik ik mijn Elf Halo Glow Poeder. Dit is echt een prachtige setting poeder met een hele lichte glans erdoorheen. En
En dan gebruik ik mijn Revolution Contour paletje om mijn neus te contouren. Mijn neus doe ik eigenlijk bijna nooit met cream contour, maar gewoon altijd met poeder. En ik gebruik deze kleur hier. Het lukt mij echt bijna nooit om mijn neus goed te contouren met cream. Ik weet echt niet hoe mensen dat doen. Dus ik hou het gewoon altijd op mijn poeder als het gaat om mijn neus. En dan pak ik ook nog deze licht roze matte kleur hier. En die breng ik nog een beetje zo extra aan hier om het hier allemaal een beetje te verlichten. En dan een beetje mijn Max & Mo Fixing Spray om alles mooi in elkaar te laten smelten. Dan ga ik nu even mijn ogen snel afmaken. Ik breng een nude oogpotloodje aan in mijn waterlijn. Deze is van Rimmel London in de kleur 5 Nude. Dit is echt het beste goedkope of in ieder geval betaalbaar oogpotloodje. Met een nude kleur die echt lang blijft zitten. Ik vind hem echt amazing. Dan pak ik weer mijn paletje erbij. En dan ga ik deze twee bruine kleuren, deze allebei, deze kleur hier en de kleur hier, aanbrengen op de onderste wimperrand. En ik begin met de donkere bruine kleur 5AM en dan pas de lichte kleur Mila. Ik breng het niet helemaal door tot aan het midden. Ik stop ongeveer hier zo. En dan, om de ooglook nog iets heftiger te maken, ik wil een klein beetje glitter aanbrengen hier op de onderste wimperrand. En dan vanuit de binnenste ooghoek tot ongeveer hier, dus hier een klein beetje. Daarvoor gebruik ik deze liquid oogschaduw, ook van Beauty Bay. Dit paletje is van Beauty Bay en deze van Beauty Bay. Ik dacht, we blijven gewoon bij hetzelfde merk. Dit is in de kleur Peach Quartz. Ik heb ook een hele video gemaakt laatst, waarin ik allemaal nieuwe Beauty Bay make-up heb getest. Die video is ook heel leuk om te kijken. En daarin heb ik ook deze gebruikt over mijn hele ooglid en hij was echt prachtig. Dus nu wil ik hem gaan gebruiken hier zo in de binnenste ooghoek een klein beetje. Ik hoop dat dat mooi gaat zijn, want zoiets doe ik niet vaak. Ik pak gewoon zo'n klein beetje met een klein kwastje. En dan breng ik het gewoon zo'n beetje hier uit. En dan nog wat mascara op de onderste wimpers. Ik gebruik weer mijn Benefit Bad Girl Bang mascara. Maar ik doe ook altijd mijn onderste wimpers primer met deze primer. Paradise Primer heet deze van L'Oreal. Wat vinden we, by the way, van deze haarband? Is het niet echt te cute? Oh my god. Ik ga weer even terug in het paletje. En ik pak deze hele lichte, witte, glanzende kleur. Die heet Ivy. En die ga ik dan ook nog zo aanbrengen in de binnenste ooghoek. En een heel klein beetje onder mijn wenkbrauwen met gewoon het klein beetje wat nog op de kwast zit. Dus niet te veel. I love it. Ik vind deze ooglook echt leuk. Ik vind die glitter hier zo beneden ook leuk. Het is gewoon heel subtiel, nothing too much. Maar je ziet het toch wel zitten, een beetje zo'n pop. I love it. Ik ga verder met mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht lekker bronzen. Ik gebruik deze prachtige bronzer van Makeup Studio. Dit is de Lumière bronzer nummer 1. Het is echt een super mooie warme bronzer met een hele, hele lichte glans erin. Als blush gebruik ik deze blush van MAC Cosmetics in de kleur Peaches. En als highlighter gebruik ik dit paletje van Pixi in samenwerking met Rage Loves. Dit is echt een super heftige highlighter, but I love it. En ik gebruik deze kleur hier. Dit is echt mijn meest heftige highlighter die ik heb. Gewoon het hele paletje is super heftig. En dan de lippen. Ik ga een mooie roze nude lip aanbrengen. Ik gebruik dit lippotloodje van Juvia's Place. In de kleur Lush. Is een beetje een rozige bruine lipliner. En deze Hydra Bomb Lip Gloss van Revolution. Makeup Revolution in de kleur Drippin. Deze glossjes, by the way, bestel ze echt. Deze zijn echt geweldig. I love it. En dan als fixing spray deze Watermelon Fixing Spray van W7 om alles een beetje een mooie glans te geven. En dan zijn we klaar. Oké, jongens, wat vinden we ervan? Dit is dan mijn hele verjaardags make-up look. I love it. Ik heb mijn twee fave kleuren gewoon gecombineerd, bruin en roze, en deze ooglook gecreëerd. Ik ben ook heel blij met de gezichtsmake-up. Gewoon toevallig matcht al deze producten gewoon echt perfect met elkaar. Dus ik ben echt heel blij met hoe ik eruit zie. Echt prachtig full glam, maar niet too much. Het ziet er gewoon echt heel mooi uit. En I love it. Ik denk ook dat jullie ook van dit soort looks houden. En dit wordt dan mijn look die ik ook ga maken op mijn echte verjaardagsdag. Dus vandaag voor jullie. Ik hoop zoals altijd weer dat jullie hebben genoten van de video. Laat me weten wat je ervan vindt hier beneden onder de video. En ja, dat was het dan weer voor vandaag. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!